zal nastreven. Gorbachev heeft volgende week in de Verenigde Staten een topontmoeting met president Bush, waarin onder meer de militaire status van het Verenigde Duitsland aan de orde zal komen. Gorbachev zegt in het vraaggesprek met Time niet te verwachten dat hij op dit punt met Bush tot overeenstemming zal komen. Moskou verzet zich tegen het westerse voorstel het Verenigde Duitsland lid te maken van de NAVO. Een extremistische organisatie in Libanon heeft gedreigd met wraak naar aanleiding van de moord op de 7 Palestijnen een week geleden in Israël. De terreurgroep Islamitische Jihad voor de Bevrijding van Palestina heeft in een communiqué laten weten dat de Verenigde Staten en Israël daarvoor zullen boeten. Op wat voor manier wraak zal worden genomen, werd er niet bijgezegd. Maar Islamitische Jihad houdt sinds 3 jaar de Amerikanen Jesse Turner en Alan Steen gegijzeld. In Katwijk hebben gisteravond uitslaande branden gewoed in opslagloodsen van het visverwerkingsbedrijf Ouwehand en van een oud papierhandel. Aanvankelijk bestond de vrees dat daarbij blauwzuurgas zou vrijkomen. Maar volgens de directie van Ouwehand zijn de vaten bijtijds uit de brandende gebouwen verwijderd. Metingen hebben uitgewezen dat er geen noemenswaardige hoeveelheden schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De brandweer van Katwijk was de brand even na middernacht meester. Het nablussen zal nog enige uren in beslag nemen. De weersverwachting geldig tot middernacht. Vannacht helder en op veel plaatsen vorst aan de grond. Overdag flinke periode met zon en droog. Middagtemperatuur van 14 graden op de Waddeneilanden tot 18 graden in het zuiden van het land. Einde van het ANP-bulletin. Niemandsland, Radio 1 en 2, KRO. Goedemorgen. The Beatles and the Stones. Carlos Weekend Schijf. House of Love.